is wel goed, Denis Menchov. Ondanks die allergie, waar we het al een paar keer over gehad hebben, is hij wel de beste van de Rabobankploeg. En de Mollema lijkt ons nog wat groen achter de oren voor een Giro. De winnaar van Luik, wat zeg ik, de winnaar van Luik, Bastenaken-Luik, inderdaad in het verleden, maar niet dit jaar, want dat was Vinokourov op kop. Spilak in laatste positie, de winnaar van gisteren. De derde man van Luik, Bastenaken-Luik. Valverde inderdaad, dit jaar derde. In de Waalse Pijl nog achtste in Luik. Derde. En eigenlijk altijd goed, Valverde. Ze zitten hem constant op de hielen. Dat is een verhaal dat iedereen al wel kent. Maar als je die uitslagen van een Valverde bekijkt, dan moet je bijna kunnen concluderen dat het samen met Contador misschien echt wel bij de top 5 van de grootste renners van deze generatie behoort. En ook vooral, hij moet heel sterk zijn in zijn hoofd. Hè, want als hij toch altijd maar die druk krijgt, altijd maar opnieuw. Terwijl Karpets hier terugkomt, kijk. Karpets komt terug naar de groep van Rodgers. Ja. Dat is ook een heel sterk staaltje, hoor. Ja, hij heeft dat gisteren ook al laten zien dat hij kan dalen. Maar dan moet je het nog altijd doen. Menchov en Valverde even praten. Spilak in het wiel. Een tweede etappe zegen voor hem wordt moeilijk. Valverde gaat dit niet meer cadeau geven. Niet zoals gisteren. Hij kan niet cadeau geven aan Spilak op dit moment. Maar het zit maar een verschil van 4 seconden. De enige die het nog kan krijgen tussen aanhalingstekens is Igor Anton. Igor Anton. En nu allemaal vol. Want ze weten dat ze voor een podiumplaats zijn. Dit zijn hier de 3 podiummannen. Ja. En als het er nu uit ziet, zijn dat de 3 mannen die voor het podium gaan. Ik ben benieuwd of iedereen hier meerijdt. Het gaat hier alleszins wel vooruit. Dat wel. Ja, Davrij rijdt ook mee. De twee van Radio Shack uiteraard ook. Enkel Wis. Pinocchio. Misschien nog niet. Enkel Wis die niet meerijdt. En ze doen nu wat van hun voorsprong af. Op 8 kilometer van de streep. 48 seconden. Het gaat ook bijzonder moeilijk worden voor Michael Rodgers. De sprint komt er nu nog aan. Ik ben niet of Spilak durft de sprint aan te gaan tegen Valverde. Nog 500 meter daar. Ja, ja, Spilak gaat meesprinten. Gaat zich aan het wiel zetten. Ik zou het ook doen. Zeker weten. 3, 2 en 1 seconde. Tuurlijk. Ah, nee, durf niet. Heeft het leg nog niet. Nee. Om te blijven zitten en te hokken op die sprint. Te proberen Valverde moeilijk te maken. Nog altijd maar 24 jaar. Simon Spilak. Eens we de spurt door zijn, rijden we rechtstreeks richting Sion. En komen we hier aan op de Avenue de la Gare. Valverde, ja, heeft daar natuurlijk niet veel moeite mee. Valverde met zijn basissnelheid pakt hier de spurt mee voor Spilak. 3 seconden. 2 voor Spilak en 1 voor Menchov. Valverde is op dit moment officieel leider, officieus leider. Ze staan in gelijke tijd. 3 seconden, ja. Ja, Rodgers heeft geen seconde gepakt. Tuurlijk. Valverde, Spilak, Menchov. En Valverde, die nu ongetwijfeld toch gewoon zal doorrijden, gaat Rodgers toch niet laten terugkomen, vermoed ik. Ja, ze blijven ronddraaien. Wie heeft er van de 4 dit jaar al iets gewonnen? Valverde, ja. 2 ritten in de Ronde van het Baskeland. Eentje doordat Oscar Freire gedeclasseerd werd. Heeft dus al 2 zegens te pakken. Is sowieso een veelwinnaar. Ook Anton, die won al een etappe in de Ronde van Castille y León. Een mooie etappe zelfs.
Menchoff die heeft nog niks gepakt. Wel al een keer tweede in de tijdrit in de ronde van Murcia. En ook tweede in het eindklassement daar. En de Spilak die won gisteren zijn eerste. Ja. Dus enkel Menchoff staat nog droog dit jaar. Ja, het zal moeilijk worden, want 33 seconden. Ja, daarachter is zich echt een sneltrein aan het ontwikkelen. Iedereen rijdt daarmee. Ik zag Gadrij even van de kop af, net niet naar de kop gaan. Maar dat was meer denk ik te maken met het feit dat hij niet meer over die benen beschikt. De laatste snokjes uit de mooie ronde van Romandie. Met Pinotti die hier de proloog won. Beetje tegen de verwachtingen in voor de grote kanonnen. Mede door een bochtig parcours daar in die proloog. Niet te veel risico's. Op dag 1 of de etappe 1 was er een mooie winnaar met Peter Sagan. Verrassend, ook hij weer zo jong. Derde zege van het jaar voor hem na twee etappes in Parijs-Nice. Op de tweede dag was er Mark Cavendish die won, ja, in Fribourg. De enige massaspurt die er was in deze ronde van... Of toch de enige massaspurt met de echte sprinters erbij. De echte sprinters erbij. Cavendish die daar zichzelf een beetje de das heeft omgedaan door het V-gebaar te maken. En zijn ploeg heeft hem twee dagen later er ook uitgezet. Dan kregen we de tijdrit met een weer verrassende winnaar. Pinotti, Sagan en nu Poort. Richie Poort van de Saxo Bank. En na gisteren in de eerste bergrit Simon Spilak. Die won. Het is ook het verschil dat je net zag. Je zag de leiders die reden links van de weg. Die mannen hier rijden rechts van de weg. Met die bocht die eruit, waar ze nu straks zullen inzitten, rijden ze sowieso een seconde tot twee seconden dicht. Gewoon omdat je de binnenkant van de bocht neemt. En ook Karpets rijdt vol mee. Ja. Vladimir Karpets wil zijn podiumplaats vasthouden. Nee, heeft geen podiumplaats, maar kan eventueel straks, mits nog wat bonificatieseconden, wel in gooi doen. Staat maar op 7 seconden, Karpets. Ja, maar ze zijn er nog niet bij hoor. Een halve minuut nog. Je zag ook aan het grimas van Menchoff dat het echt wel vol doorrijden is. Ja, kijk eens, en Spilak die laat een gaatje. En Anton die kan rustig in de wielen meerijden. Die is zich aan het klaarmaken voor een eindschot. Ja, Spilak die begint ook te rekenen. 3 kilometer nog. Spilak misschien liever die etappezege. En nog wat extra seconden verliezen ten opzichte van Rogers. En als Spilak kan de etappe winnen, dan kan hij ook een leider worden. Dan komt hij in kan hij de ronde winnen. Dan komt hij zeker op het podium. Menchoff en Valverde, het zijn de enige twee die nog rijden. Ah, Spilak die gaat wel meeschuiven, maar mee rijden, dat is nog iets anders. Dat is niet vol gas hoor, dit is een beetje een reserve rijden. Terwijl Valverde hier echt wel de gashandel volledig open draait. Ja, Spilak niet kansloos hoor. En Menchoff moet uit de derde positie komen. Ze doen er nu seconde per seconde af achteraan. Maar om nog terug te komen, het wordt een dubbeltje op zijn kant. Het wordt moeilijk, het wordt heel moeilijk. Dit zijn ook niet de eerste de beste die op kop rijden. Nee, dit zijn geen vroege vluchters die al 150 kilometer op kop rijden. Nee. Dit zijn echt wel de klassementsrenners. Ondertussen zijn we Sion al bijna aan het binnenrijden. Machado, die gaat gewoon te hard. De Portugese kampioen tijdrijden. Niet zo verstandig. Nee, zeker niet. Het levert niks op en tegendeel, nu rij je met twee man op kop. En Wis, een frisse man uit de achtergrond, rijdt het nu dicht. En dan krijg je nog wat frustratie van renners. Spilak, heel even omkijken. Spilak is aan het rekenen op de ritwinst. Zeker weten. En gelijk heeft hij. Ritwinst en bonificatieseconde. 10, 6 4. En 4. Ja, dat valt verder maar wakker blijft. Want Spilak staat op dit moment op 6 seconden. Nog 2 kilometer. We zijn bijna binnen in Sion. Tussen de druivelaars doorgereden.
in een van de droogste steden van Zwitserland. Maar daar was vandaag niet te veel van te merken met de regen. Ook het zonnigste kanton heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. Daar de Vod. Daar de Vod. En gaat er nu nog iemand van wegspringen? Het loopt hier een heel klein beetje op. Vals plat. Ik weet niet waarom Valverde altijd maar omkijkt aan zo'n nerveuze scheids leider. Hij is gewoon waar leider. Laat Rodgers terugkomen, dan mag hij terugkomen. Valverde is zo nerveus op dit moment. Als Spilak wint, moet Valverde tweede worden. Hij moet tweede worden. Als hij derde wordt, dan denk ik zelfs dat Spilak... Alles hangt er vanaf in die duizendste van seconden natuurlijk. Daar heb ik geen zicht. Het heeft dan ook te maken met het aantal ritoverwinningen natuurlijk. En Spilak heeft er dan twee. Maar zoals je zegt, de duizendste van een seconde spelen dan ook allemaal mee. Het kan hier nog close worden. Anton springt er van weg. Valverde laat het voorlopig niet toe. 500 meter zal Valverde nu zo sterk zijn dat hij na al dat werk hier ook nog eens de etappe gaat winnen. Een malieter, in theorie wel. Hè? In theorie is hij de snelste. De snelste en ook de sterkste. Anton draait als eerste op. Valverde zit in een goede positie. Ook Spilak wil nog meedoen. Maar daar komt Valverde. Gaat nu naar Anton toe gaan. En Spilak moet daar al een klein gaatje laten. Gaat Anton het hier nog halen? Gaat Anton het hier nog halen? Valverde komt nu erover. Valverde komt erover en wint machtig. Wint machtig en is ook de eindwinnaar in de ronde van Romandie. Voor Igor Anton en Simon Spilak. Menchov is vierde. Valverde lost het hier heel knap en heel netjes op. Ja. Het is slecht weer in Zwitserland. Hier komt nu de achtervolgende groep over de streep. Met de Gadret onder andere en Rodgers, die is zijn leiderstrijd kwijt. Ja, op 24 seconden, dus is zijn leiderstrijd kwijt en zelfs het podium is hij kwijt. En Alejandro Valverde, hij doet het toch alweer. In het verleden hier al mooie dingen laten zien in de ronde van Romandie. En dit jaar wint hij hem. Is hier al een keer vierde geweest, een jaar of twee terug. En ook al is derde geweest, dat is al langer geleden, in 2006, toen hij ook een etappe won. En na twee zegens in de ronde van het Baskeland, na een pak ereplaats in Parijs-Nice dit jaar, en daar ook tweede geworden, derde in Luik-Bastenaken-Luik, pakt hij hier de ronde van Romandie. En hoe je het ook draait of keert, dat staat mooi op je eerlijst. Het is een pro-tourwedstrijd en ik denk dat jij door die overwinning ook de nieuwe leider wordt in het pro-tourklassement. Een etappezege. En eindwinst in Romandie. En toch ook een verdienstelijke finale gezien van de Simon Spilak op die leeftijd. Ja, zeker. Nee. Hij heeft het werk niet geschuwd. Enkel de laatste 3 kilometer zich een klein beetje meer afzijdig gehouden. En ik vind het normaal, waarom niet? Je kan het maar proberen. Ik kan maar hokken. Om te proberen toch nog... hij weet ook nog niet waar zijn grenzen staan op dit moment, die jongen. Dus toch een hele knappe verdienstelijke. En wordt ook tweede in het eindklassement. Ja, mooi. Net voor Menchov. Menchov wordt nummer 3. Hier zien we de uitslag. Mollema heeft zich toch vandaag kranig weten te houden. Op 1.39 in het groepje met Sagan, Moreau, Dupont. Veel Fransen. U ziet het. En zo krijgen we na Bartali, Sabadini in 58, Nico Emons, Edwig van Hooijdonk. Dat was in 93. Jeker, Valverde en Kleuden. Nog eens een Valverde. Ja. Heeft hier goede herinneringen aan Sion. 2 keer kunnen winnen en pakt nu ook de eindzege. In 2006 was de winst toen goed voor een podiumplaats toen hij derde werd. En dit is voor hem toch ook wel een beetje een antwoord aan al die criticasters die hem steeds op de nek vallen. We zagen daar het fort van het middeleeuwse Sion. Hier het klassement, provisoire weliswaar. Spilak op 11 seconden, mede door de bonificaties. Dus Menchov is wat opgeschoven. Rodgers valt van 1 naar 4. Ook Karpets valt een beetje terug. En voor de rest mooie top 10 met Brajkovic, Machado, Pinotti. Die hier al een paar keer top 10 heeft gereden in Romandie. Wiss en Igor Anton is toch ook nog in die top 10 gedoken, zoals we dachten. Geen Belg meer in de top 20, omdat Philippe Gilbert weggevallen is vandaag. Sagan, Poort, kijk eens aan, 11 en 13. Tussen al dat internationale geweld, dat is toch mooi. Van de Velde verder in de top 20.